De tourorganisatie Umbundru hield samen met de culturele organisatie Nakswangrutu weer eens een historische wandeling in het weekend. Verschillende plekken in de binnenstad werden aangedaan, waarbij er korte schetsjes en vertellingen werden verzorgd. De participanten werden geprikkeld door verhalen van vroeger en over hoe de mensen leefden op de verschillende plekken. De historische binnenstad staat namelijk sinds juli 2002 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Met de citytour van Umbundru worden de gasten ongeveer 3 uur bezig gehouden. Er wordt gelopen langs de vele monumenten, historische gebouwen en gezellige plaatsen in Paramaribo. Volgens Sahida Leerdam van de organisatie is met de samenwerking met Nakswangrutu een extra dimensie toegevoegd aan de wandeling. Nakswangrutu zal ter gehore brengen aan aantal traditionele liedjes, maar ook sketches en traditionele spelletjes. Ze zullen de verhalen van vroeger, van onze voorouders, die de straten hier voor ons hebben bewandeld, zullen ze ter gehore brengen. Ze zullen we weer tot leven brengen. En de tourguides, Jurgen en Errol, die vertellen de verhalen. We zijn bezig te wandelen door de oude binnenstad, onze houten binnenstad, die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. En we willen op deze manier weer leven brengen aan die historische waarden. Het is er al, maar we willen het een tikkeltje extra geven. Nou, daarom doen we deze tour. Sahida Leerdam van Umbundru. Deze tourorganisatie hield samen met de culturele organisatie Nakswangrutu weer eens een historische wandeling in het weekend. Verschillende plekken in de binnenstad werden aangedaan, waarbij er ook nog korte schetsjes en vertellingen werden gepresenteerd.